programma voor vandaag. Nou, wat ik zei, het is vooral een praktische workshop eigenlijk. Het zal vooral heel veel zenden zijn. Maar daarom vraag ik jullie ook zeker om zo nu en dan wat interessante vragen of kritische vragen te stellen over het gebruik van het programma. En dan probeer ik daarin jullie mee te nemen. Allereerst begin ik met wat achtergrondinformatie over Agouti en vervolgens ga ik echt in op het gebruik van Agouti. Even een dubbel check wil ik wel, want ik net gaf een paar van jullie al aan, dus een account hebben aangemaakt. Maar indien je dat nog niet hebt gedaan, wil je dat heel eventjes laten weten in de chat. Dan weten we dat. Maar ik ga er in ieder geval vanuit. We hebben dat aangegeven in de mail dat dat redelijk goed is gegaan. Nou, zo niet, dan kunnen we dat daar nog eventjes doornemen voor hen die het niet is gelukt. En dan heel even de chat. Die zit in de onderste zwarte balk in het midden. Oké. Ja, dus als dat niet is gelukt, dan geef dat eventjes aan. En dan kunnen we dat dadelijk eventueel nog even snel doornemen of achteraf of vooraf. Maar de focus zal vooral liggen op het importeren en het annoteren. Dus het verwerken van de beelden die jullie dadelijk dus op gaan halen uit de camera's. Nou, voordat ik daarmee begin. Ik weet niet precies wat de achtergrond is van iedereen van jullie. Maar in hoeverre jullie ook ervaring hebben met het aflezen van... of het uitlezen van beelden. Maar ik heb hier eventjes kort een foto. En om te laten zien hoe moeilijk het soms is eigenlijk om het dier te spotten op de foto's. En dat het dus wel fijn is dat de camera ook meerdere foto's maakt. Omdat je vaak dan een verandering ziet in het beeld. Maar aan jullie de vraag of jullie zien waar daar iets zit. En ja, wat het is. En als je denkt te weten, dan mag je de microfoon aanzetten en dat aangeven. Ik zie wel iets. Ik vermoed dat het iets van een marterachtige is. Alleen welke precies weet ik niet. Oké, maar dat vind ik al heel mooi. Want daar ben je al redelijk snel mee. Helmoet, zeg ik dat goed? Ja, klopt. Ja. Oké, en waar zie je het? Je hebt rechts in beeld heb je een heel lang wit stokje. Daarachter zit wat blad en daar zie je ook het martertje achter. Heeft iets van een wit befje, lijkt het wel. Daar bedoel je? Ja. Ja, heel goed gespot, heel goed gezien. Ja, nou, ook verrassend soms wel, want soms dan sta ik wel eens 10 minuten te wachten voordat de eerste reactie komt. Want dan worden we overal muisjes gezien. Maar nee, heel goed. En hier gaat het om een steenmarter en dat weet ik ook wel omdat die vaker op de foto is gekomen. Maar je kunt het ook deels zien aan de kleine oortjes die je links ziet. En de grote, je ziet een blikken sardientjes daar in het midden staan. Dus dan heb je toch een referentiepunt qua grootte. Maar het is dus niet altijd even makkelijk. En soms lijkt het dus alsof je niks ziet op de camera. Maar uiteindelijk zie je toch wel dat er ergens wat wordt gesignaleerd. Ander leuk iets wat ik eventjes met jullie wilde delen. Dat is een collega van ons, Dick Dekker. Die heeft deze video van wasbeerhonden. Die werd met hem gedeeld. Ja, ik verwacht niet dat jullie zulke beelden dadelijk gaan zien. Maar het is wel een uniek beeld. Dat vertraagt volgens mij. Toch in Nederland gemaakt? Ja, dat weet ik dus niet. Dat heeft hij me niet verteld. Ik mocht... Het waren redelijk geheime beelden verder nog. Maar wel mooie. Mm-hmm. Nou, dan op naar Agouti. Of in ieder geval überhaupt naar het verwerken van camerabeelden. Je zult dadelijk ook binnen het Exoten-project, maar überhaupt met het gebruik van wildcamera's, krijg je gewoon in ontzettend veel camerabeelden. Want ja, zo'n camera die detecteert warmteverschil en beweging en dan legt hij al wat vast. Ja, heel veel dieren kunnen er verlangs bewegen en daarmee dus ook hartstikke veel data. Om deze reden... want er wordt ook heel veel onderzoek mee gedaan. Los van dit Exoten-project wordt er internationaal heel veel mee gewerkt. Om deze reden zijn er dus allerlei software ontwikkeld om gegevens makkelijker te analyseren en te verwerken. Een van de meest voorkomende is altijd nog de spreadsheet van Excel. Maar je hebt ook dingen als eMammal, WildID, CamTrap, R... En hier in Nederland door de WUR en de IMBO, Agouti.
Nou, wij gaan dieper in op Agouti. Er zitten wat verschillen tussen al deze softwares. En om de echte ins en outs, dan zou je het eventueel op eigen interesse moeten gaan googlen. Maar uiteindelijk heeft alles wel weer zo zijn gebreken. En op die manier is eigenlijk ook Agouti tot stand gekomen. Nou, wat Agouti doet, is die enorme hoeveelheid data aan wildcamerabeelden. En maakt het gemakkelijk om te analyseren en om het op soort te brengen, om het aantal aan te geven, leeftijd, geslacht en eventueel ook gedragingen. Het biedt een veilige opslag voor de locatie van de gegevens. Het is een soort van cloud systeem. Dus eenmaal geüpload, dan riskeer je niet dat je, als je computer crasht, dat het in één keer allemaal verdwijnt, al die waardevolle gegevens. Agouti claimt overigens ook geen eigendom op de data, dus iedereen die een project heeft, die projecteigenaren, die zijn eigenaar van de gegevens. De verwerking, dat vindt plaats aan de hand van fotoreeksen. Zoals jullie weten wellicht, maakt elke camera een set aan foto's. Dat kan 3 zijn, dat kan 5 zijn, dat kan de 10 zijn. Dat is afhankelijk van de instellingen. Maar in dit geval met Agouti kun je eigenlijk iedere keer, of annoteer je een fotoreeks in plaats van iedere foto. Dus dat betekent dat als je 10 foto's maakt van eenzelfde dier, hoef je hem eigenlijk maar één keer te verwijzen naar, hey, ik zie een ree. Dus dat scheelt ook weer wat tijd. En hetzelfde geldt voor die aantal en leeftijd en dergelijke. En vervolgens kun je een mooie uitdraai maken in een Excel-bestand of een CSV-bestand, waarmee je eigenlijk de data echt kunt analyseren, grafieken eruit kunt halen en gebruiken voor verdere analyses en die van toepassing. En dus kun je gaan kijken naar de aanwezigheid, naar verspreiding, naar abundantie, nou, et cetera. Het neemt in ieder geval heel veel uit handen. En op deze manier krijg je een goed overzicht van je project, van wat je eigenlijk hebt verzameld aan beelden, maar ook de analyses die ermee plaatsvinden. Bij het annoteren, dus bij het kijken naar de beelden, is het volgende van belang uiteraard. Je zoekt allereerst naar het dier, identificeert de soort, telt het aantal individuen. Eventueel zou je het gedrag kunnen identificeren en het geslacht en of leeftijd van het individu vaststellen. Die laatste twee, dat is voor dit project naar mijn idee niet van belang, maar wel uiteraard de soort en de individuen. Bij de soorten, dat kan ik nu ook alvast eventjes aangeven, we focussen ons hier vooral op zoogdieren. En dus zal het dadelijk, dat laat ik dadelijk ook eventjes zien, met voor vogelsoorten wordt er geen onderscheid gemaakt. En dus wordt dat allemaal gebundeld tot één soort. Dus stel dat jij bijvoorbeeld een huismus ziet en je toets dadelijk een huismus in, dan zal die niet vinden, omdat die valt onder gewoon vogels algemeen. We focussen hier echt specifiek op zoogdieren. En hetzelfde geldt voor veedieren of gedomesticeerde dieren. We focussen echt op wilde zoogdieren. Dus ook die veedieren en de gedomesticeerde dieren, die vallen allemaal onder één soort. En dat laat ik dadelijk nog eventjes zien. Dan Agouti. Er volgen nu dadelijk twee video's. Of ik begin even eerst met het importeren van de beelden en daarna later komt het annoteren. En dan neem ik het tussentijds, neem ik even aan de hand van screenshots, van foto's, neem ik jullie mee van hoe dat er dan vervolgens uitziet. Deze video is ook al wat eerder gemaakt in het begin van de ontwikkeling van Agouti. Dus de vormgeving ziet er niet helemaal uit zoals die er nu tegenwoordig uitziet. Maar het geeft wel een goed beeld of een goed idee van hoe het werkt. Horen jullie ook het geluid? Ik hoop trouwens dat jullie ook het geluid horen. Om te beginnen met het uploaden van een fotoserie, open je het project en ga je naar importeren. Agouti ondersteunt foto's en video's van de meeste type wildcamera's. Selecteer alle foto's of video's van de camerasessie om de beelden te importeren. Het is tevens mogelijk om een zip-bestand van de fotoserie te uploaden. Zorg ervoor dat alle beelden vanaf het plaatsen tot ophalen van de camera worden geïmporteerd. Start de upload en wacht totdat Agouti de bestanden heeft verwerkt. Voeg vervolgens de locatie toe door een meetpunt te selecteren. Je kunt een nieuw meetpunt aanmaken door de coördinaten in te tikken of het punt op de kaart te verslepen. Vul de resterende velden van het formulier in en sla de gegevens op.
Het importeren is nu afgerond en de beelden zijn beschikbaar voor verdere verwerking. Nou, ik heb verder rest niks meer gehoord van jullie, dus ik ga ervan uit dat het geluid het gewoon prima deed. Dat is mooi. Nou, allereerst heb je hier dus je projecten staan, dat zul je dadelijk zelf ook zien. Afhankelijk van bij hoeveel projecten je aangesloten bent, dat is het aantal wat je uiteindelijk gaat zien. Dan zul je ergens dus het NEM Exoten project zien. Zodra je daarop klikt, dan kom je in een overzicht. In dat overzicht krijg je allereerst dit te zien. En dan zie je dus eigenlijk alle deployments. En dat wil zeggen alle plekken, alle locaties waar de camera's hebben uitgestaan van alle vrijwilligers. Dus je ziet niet alleen je eigen deployments, maar ook die van alle andere vrijwilligers die betrokken zijn bij het project. Vervolgens heb je daar import. Dus links zie je een tabelle, of ja, een overzichtje eigenlijk, met overview, import, dit is toevallig allemaal in het Engels, annotate en browse. Nou, nu ga ik naar import. Bij import, daar kun je de beelden daadwerkelijk invoeren of uploaden. Je ziet dan rechtsboven in dat blauwe balkje, zie je een nieuw of blauwe blokje, zie je een nieuw deployment staan. En zodra je daarop klikt, krijg je dit te zien. En dan kun je je bestanden uploaden. Nou, dit spreekt redelijk voor zich, als in je klikt op Select Files en dan ga je naar de map op je computer waar je de beelden van de SD-kaart eigenlijk hierop uploadt. Dat betekent dus wel dat je de beelden om van die wildcamera op je computer te krijgen met de SD-kaartje, dat je die eerst eventjes op je computer zet voordat je ze uploadt. Want het kan ook direct vanuit de SD-kaart, maar soms wil dat nog wel eens lastig zijn, van dat als de computer in één keer een mindere verbinding krijgt met de SD-kaart, dat dat voor problemen kan zorgen. Dus ik zou altijd adviseren om eerst de beelden van de SD-kaart op de computer te zetten en vervolgens van de computer hierop. En als ze eenmaal in Agouti staan, zou ik ze nog niet meteen weggooien van je computer, maar pas doen zodra je zeker weet dat het met annoteren en dergelijke allemaal goed is gelukt. Want stel dat er alsnog iets misgaat, ofwel met het importeren dan wel met het annoteren van de beelden, dan kun je toch nog, of in ieder geval dan heb je de beelden nog achter de hand. Ja, vervolgens zie je hier onderin ook, onder dat blauwe. Zien jullie mijn muis ook trouwens, of niet? Ja. Evelien? Ja? Ja? Oh, mooi. Dan kan ik gewoon mijn muis gebruiken. Je ziet hier uploading. Daar komt uiteindelijk het aantal bestanden te staan die je gaat uploaden. Vervolgens zie je deze. Dit getal gaat dan steeds omhoog. Dan zie je het aantal succesvol upgeloaden foto's. Aantal duplicates, die haalt hij er ook uit. Dus gedupliceerde foto's. Dus stel dat je er toch per ongeluk twee van hetzelfde met dezelfde bestandsnaam erin hebt. Dan haalt hij die eruit. En een aantal foto's die hij eventueel ook niet herkent. Dus stel dat er toevallig is bij sommige wildkamers, dat is voor jullie niet het geval. Maar die accepteert Agouti niet, om de een of andere reden. Stel dat het geval is, dan zou je dat eventjes moeten aangeven. Maar dat hier krijg je in ieder geval wel een helder overzicht van hoeveel je uiteindelijk succesvol hebt geüpload. En dat dient dus overeen te komen met het aantal bestanden die je wilt uploaden uiteraard. Kijken. Dan kom je hier terecht, dan zie je het aantal foto's die je hebt geüpload. En dan staat daar Need Sequences. Dus dan gaat hij die fotoreeks aanmaken, zodra je hierop klikt, op Create Sequences. Nogmaals, ik heb een Engelse versie hier, maar dadelijk bij de instellingen kan ik even laten zien. Als je dan Nederlands aangeeft, dan is alles gewoon in het Nederlands. Nou, zodra je fotoreeks hebt aangemaakt, dan kom je uit op nieuw deployment. Dan kun je je eigen deployment aanmaken. En dat wil zeggen dus eigenlijk de plek van waar je die camera hebt uitgezet. Dan allereerst ga je hier bij Add Sampling Point, creëer je de locatie. Dus dan krijg je die kaart te zien zoals je in de video ook zag. En dan kun je met de muis, naar dit ballonnetje, kun je naar de plek wijzen. En precies op die plek neerzetten van waar je de wildcamera hebt geplaatst. Als je de coördinaten ter beschikking hebt, dan kun je die ook gewoon rechtstreeks invoeren. En dan gaat het ballonnetje vanzelf naar de juiste locatie. Vervolgens ook een naam invoeren. Er zit een bepaalde codering achter, denk ik, maar dat... daar weet Eveline meer over, van welke codering je achter zit. Zal ze daar ons eventjes nog toevoegen. En
Zodra je dat invult en de locatie hebt, dan kun je op save klikken en dan heb je je deployment toegevoegd. En dan ben je eigenlijk klaar om te annoteren. En dan komt de volgende video. Ga naar annoteren en kies een camerasessie uit de lijst. De foto's van de sessie zijn opgedeeld in reeksen die elk een aparte gebeurtenis weergeven. Blader door de reeksen met de knoppen vorige en volgende bovenin het scherm. Beoordeel een reeks door alle foto's in de reeks te bekijken met de scrollbalk. Voeg, afhankelijk van je bevindingen, vervolgens één of meerdere waarnemingen toe aan de reeks. Gebruik de snelkoppelingen om blanco reeksen of reeksen van het plaatsen of ophalen snel af te ronden. Het annoteren kan op elk gewenst moment worden onderbroken of hervat. Nou kijk, met die video, dat is het ook al, brengt het al mooi inzichtelijk. Hierbij is uiteraard wel belangrijk dat je je eigen deployments gaat annoteren, niet die van een ander. Waarom? Dan neem je de joy van iemand anders natuurlijk weg, dat willen we ook weer niet. Uiteraard kun je wel elkaar helpen hierbij. Je ziet een heel overzicht van alle deployments die zijn geüpload. En je ziet hier ook een heel mooi overzichtje van in hoeverre deze al zijn verwerkt. Dus de 1 is dan bijvoorbeeld 100%. Als ze 100% zijn, dan vervallen ze uiteindelijk uit deze lijst. Maar als sommige zie je ook met 99% of 33%. En zodoende kun je eigenlijk ook, stel dat er heel veel fotoreeksen zijn om te annoteren, en je zit er s'avonds op de bank, je bent bezig met het verwerken van de beelden, en uiteindelijk denk je, nou, het is wel goed geweest voor vanavond, dan kun je het heel makkelijk gewoon weer de volgende dag oppakken. En weet je precies waar je gebleven bent. Plus, soms kan het ook zijn dat je net eentje vergeet, en dus dat je niet op die volle 100% komt, maar dat je er op de 98% zit. Nou, op deze manier zie je dat heel goed. Dit geeft tevens, nou, de naam van de sampling point brengt dit in beeld, maar ook de start en het einde van de deployment. Dus je ziet van wanneer tot wanneer de camera heeft uitgestaan. En hier zie je het aantal fotoreeksen. En het aantal fotoreeksen staat niet gelijk aan het aantal foto's, zoals net verteld. Want wat een camera doet is, zodra die dus ergens uitstaat en een beeld en een dier beweegt voor de camera, maar die blijft voor de camera bewegen, dan maakt de camera continu foto's. En dan kan het dus zomaar zijn dat hij 100 foto's maakt van hetzelfde moment. Of in ieder geval meerdere foto's. En dat bundelt hij dan tot één fotoreeks. En die fotoreeks, die beoordeel je. Dus het kan zomaar zijn dat 42 fotoreeksen gewoon 1000 foto's zijn. Even kijken. Dan voor het annoteren, dat zie je hier rechts. Daar klik je op. Als je die fotoreeks wil of deze deployment wil gaan annoteren. Dan kom je in dit scherm. Dan zie je de foto's. En je ziet dat deze camera dus 1 van de 10 foto's, dus totaal 10 foto's maakt per reeks. Maar als dus een dier daarvoor blijft bewegen, dan blijft hij dus foto's schieten. Dan heb je in dit beeld, zie je linksboven, zie je deployment naam. Zie je de fotoreeks, het totale aantal fotoreeksen en de huidige fotoreeks. Vervolgens kun je hiermee navigeren door al deze fotoreeksen. Dus je kunt naar de volgende, of je kunt even terug, maar je kunt ook naar de eerstvolgende die nog niet geannoteerd is. Dus dat is voor het geval je tussentijds bent gestopt op een eerdere dag. En je hebt een lijst met waarnemingen. Dus als je daarop klikt, dan zie je ook een hele mooie lijst met alle waarnemingen die zijn ingevoerd. Nou, in dit geval gaat het hier om een huiskat. En hier kun je dus een waarneming toevoegen. Daar staat voeg waarneming toe, add observation. Je hebt ook hier die snelkoppelingen. Dat heet blank, set a pickup. Dus het opstellen of het ophalen van de camera. En onbekend. Dus stel dat je dit ziet, maar je weet nog niet of dit een huiskat is of iets. Dan kun je hem ook op onbekend zetten. En wellicht dat je hem later dan in één keer achterkomt. Oh, dat is toch die huiskat. Of het blijft onbekend. Maar nou, op die manier is het wel overzichtelijk. Zodra je op waarneming toevoegen klikt, dan zie je dit. Dan krijg je de identification. Dan kun je hier de soort invoeren. En dat is tegenwoordig, als je erop klikt, kun je er met gewoon toetsenbord kun je de soortnaam invoeren. En dan komt die er automatisch in.
Kun je daaronder kun je het aantal invoeren. Heb je nog het geslacht en de leeftijd? Dat is niet relevant. En eventueel zou je ook nog een notitie kunnen toevoegen. Stel dat je niet zeker bent over de diersoort die je ziet, dan zou je dat bijvoorbeeld hier kunnen aangeven. Hier is vervolgens waarneming opslaan. En dat zie ik hier niet tussen staan. Maar vervolgens heb je dan de waarneming opgeslagen. En dan kom je dus eigenlijk weer terug in dit scherm. En dan zie je dus huiskat staan. Ik ga nu met jullie fysiek erin. En eventjes laten zien van hoe ziet het er dan daadwerkelijk eruit. Want nogmaals, die beelden die ik net liet zien, ook uit die video, die zijn wat verouderd. En dus is het, of in ieder geval, de acuity heeft zich in de tussentijd ontwikkeld verder. En dus zien dingen er net iets anders uit. Mag ik wel even tussendoor, Joep? Ja hoor, zeker. Want ik zie dat je in je presentatie acuity op Engelstalig hebt ingesteld. Wellicht is het voor veel vrijwilligers makkelijker om dit in het Nederlands te doen. Als je zegt, zeker. Dus ik, misschien kan je het dan in het Nederlands nog laten zien. Ja. Nee, zeker. Dus zoals ik zei van net was... kijk, je ziet het scherm nog steeds, hè? Ja, ik zie dat hij al in het Nederlands staat ook. Ja, ja klopt. Want die beelden die waren dus in het Engels. Maar daarna had ik hem dus... Ik heb hem vandaag naar het Nederlands gezet. Dus nu zie je wel alles in het Nederlands. Maar ik laat jullie ook meteen eventjes zien... stel dat hij bij jullie in het Engels staat, hoe je hem naar het Nederlands krijgt. En dat is hier bij instellingen. En als het dus in het Engels is, dan staat hier settings. Ga je daar naartoe, dan vind je hier de taal. En dan staat dus Dutch. Gek genoeg staat het dus wel in het Engels. Maar hier kun je dus je taal kiezen. Hier kun je tevens de soortennamen zoeken. Van, je kunt ook kijken, het kan zijn dat alle soortennamen in wetenschappelijke naam staan, dus in het Latijns. Maar dan moet je hier even ook naar instellingen toe en dan klik je hier algemeen aan. Dan krijg je de algemene soortnamen. En dan vervolgens instellingen aanpassen en dan heeft hij ze aangepast. Dan zie je hier een pop-up, instellingen opgeslagen en dan kun je hier linksboven terug naar het overzicht. Maar willen jullie liever in het Nederlands of in de wetenschappelijke namen? Nee, dat is voor jezelf, want het is voor jezelf natuurlijk leuk om die wetenschappelijke namen weet je ook te oefenen op deze manier. Maar bij de uitdraaien van de gegevens, dan krijg je ze beide. Dus het maakt in principe voor het analyseren van de gegevens, maakt het niet uit. Het is puur voor jezelf, voor het verwerken van waar je meer bekend bent. Even, als we nou toch even bezig zijn. Het is voor mij de eerste keer dat ik nou meedoe en ook met dit programma dus werk. Maar dit is dus geen programma wat automatisch een dier uit de foto kan scannen. Dat zullen we echt zelf moeten doen. Er zit geen software achter wat dat voor ons zou kunnen doen. Een goede vraag. Er zit een automatische soortherkenning in. Van zo'n ongeveer 100 vogel- en diersoorten, zoogdiersoorten. Maar de ins en outs, dat is nog allemaal redelijk nieuw. En hoe dat precies in elkaar steekt, dat is mij ook nog niet helemaal helder. Want je ziet het nog niet namelijk. En het is ook nog niet getest door de zoogdiervereniging. Daar zijn we nog bij bezig. Dus we zijn het nog niet heel hard aan het promoten. Kijk. Dus voorlopig is alles nog eventjes met het blote oog scannen en op naam brengen. Handwerk, ja. En dan kan je toevoegen in de WhatsApp-groep. Dan kan je even rondvragen of iemand weet wat het is. En je kan het natuurlijk altijd aan Wesley vragen. Oké, waar vind ik de WhatsApp-groep dan? Ik zal die links eventjes in de chat zetten. Oké. Dat is een goede... per reeks determineren of moet je echt iedere foto van die reeks ook benoemen? Dat het een huiskat is of een das of... Per reeks annoteer je de foto en je zult eigenlijk zien, ik neem het daar mee hoor, maar dan zul je ook zien dat zodra je dus die reeks, al is het bij de eerste foto, hè, daar een huiskat aangeeft, dat al die andere foto's ook voor huiskat aanstaan. En dus, even hypothetisch gezien dat die halverwege die reeks die kat in één keer weggejaagd wordt door een hond, dan ook? Of? Dan voeg je die hond ook nog toe aan de reeks. Dan zou je dat nog kunnen doen. Ja, dus stel, je bent echt een reeks aan het beoordelen in plaats van die individuele foto. Dus dan is het ook echt de momentopname wat je aan het annoteren bent. Dus dat is goed hoor, want dat zie je soms ook wel eens. Dat bijvoorbeeld een vos achter een konijn aan zit bijvoorbeeld. En dan geef je ze allebei aan.
Okay. En dan is het natuurlijk wel leuk dat je dat in de notities eventueel er nog eens bij zet. Dan is het makkelijk terug te halen. Ja, precies. Want dat zijn weer wat uniekere beelden. Maar wat Ellen net aangaf, dat is dan ook een goede van... Als je dus beelden hebt waar je niet helemaal zeker bent van welke soort het is. Je kunt dus onbekend invoeren. En op die manier krijgt Wesley het makkelijk inzichtelijk om te zien van... Oh ja, welke extra aandacht nodig hebben. Maar je kunt ook dus in de WhatsApp-groep delen met de rest. En dat is misschien ook nog wel leuker ook. Want dan kun je elkaar een beetje helpen van... Oh, kijk, dat is dit. Ja, helemaal goed. Dankjewel. Roelof hier, mag ik iets vragen? Ja hoor. Ik heb dit jaar de eerste periode over de bunzing ging het. Toen had ik... als resultaat was het 16 mappen. Met volgens mij iets van 999 foto's erin. Ja. En dat betekent eigenlijk dat ik hem midden in een muizennest had. En die waren heel actief. Dus die staan er heel erg veel op. Er kwam ook een steenmat er voorbij. Maar ik ben volgens mij 4-5 uur bezig geweest om al die foto's te bekijken. En toen was ik echt... toen had ik het ook wel gehad eigenlijk. Ik heb het verder ook niet verwerkt. Maar... het valt mij een beetje tegen eigenlijk dat ik dus zelf alles moet benoemen van wat ik zie op de camera. Is het ook mogelijk dat ik bijvoorbeeld alleen die steenmatten eruit pik en al die muizen gewoon links laat liggen? Of hoe doet het systeem dat eigenlijk? Ja, goede vraag. Heb je trouwens toen ook Agouti gebruikt of heb je toen handmatig gedaan? Nee, dit is allemaal handmatig. Want ik heb ze nog steeds. Ik heb al die foto's, die 16 mappen met 999 foto's, heb ik al 2 keer geprobeerd te uploaden, maar dat lukt niet. Nee, en ik denk dat ik weet waardoor het komt. Want geeft hij dan heel veel van die failed, dus die foutmeldingen? Ja, dus of niet? Of die duplicates? Want wat het is als een camera, hè, hoe dat werkt, als die camera foto's begint te maken, dan wil die nog wel eens al die foto's onderverdelen in submappen. Dus dan krijg je allemaal mapjes te zien, ja. Waarbij die dus max 1000, dus 999 foto's maakt en dan maakt hij weer een nieuwe map aan. Ja. En het probleem daarmee met Agouti is dan als je ze uploadt, al die foto's krijgen dezelfde bestandsnaam. Ja. Dus als je ze dan vervolgens allemaal tegelijk uploadt in Agouti, dan herkent Agouti dat niet. Want dan gebruikt hij de bestandsnaam en dan ziet hij heel veel duplicates. Heel veel dezelfde foto's, terwijl dat niet dezelfde bestanden zijn. Dus voorafgaand, wat je dan eigenlijk zou moeten doen, is voordat je het in Agouti uploadt, is dat je het allemaal naar één map brengt. En ik ga eens heel even kijken of ik dat makkelijk hier kan laten zien. Vast wel. Zien jullie nu ook een map van mij, of niet? Ja. Oké. Even kijken. Dus als ik zo, hè. Dus laat ik zeggen, dit zijn die twee mapjes. Oh, dat moet ik even anders doen. Ik maak het heel eventjes. Even kijken, hoor. Zo. Ik dupliceer heel eventjes de foto's in 2 verschillende mappen, hè? Met dezelfde naam. En dan is het eigenlijk het idee dus dat dit eigenlijk andere foto's zijn, maar het gaat nu om dezelfde bestandsnaam. Dus deze heeft dezelfde bestandsnamen. Er zijn 2 mapjes met dezelfde bestandsnamen. Maar Roelof was het volgens mij, hè? Wat je net aangaf. Ja. Dan zijn er meerdere mapjes met 999 foto's. Hè? Allemaal verschillende foto's, maar wel dezelfde bestandsnaam. Wat is van belang is om dan te doen, is dan van dat mapje even alles te selecteren, te knippen of te kopiëren. Dan knippen werkt gewoon prima. En dat naar dit mapje zetten. En uiteraard, want je wil natuurlijk niet handmatig al die namen gaan veranderen, want dan ben je heel lang bezig. Dus dan krijg je dit. Dan krijg je deze melding. De doellocatie heeft 43 bestanden met dezelfde naam. Je weet dat het niet dezelfde bestanden zijn, in jouw geval. Dus wat je dan doet, ik wil zelf beslissen voor elk bestand. Klik je daarop, dan krijg je dit te zien. Nou, in dit geval zijn het dezelfde foto's, maar even qua verbeelding zijn dit dan verschillende foto's. Dan vink je deze 2 bovenste aan, zodat hij alles selecteert. En dan daarmee aangeeft van, ik wil alles behouden. Dan zeg je doorgaan.
En dan behoudt hij alles. Maar dan geeft hij daar een nummer aan. Een ander getal, een andere bestandsnaam. En op deze manier krijg je toch nog diezelfde foto's erin. En voor Agouti, voor het aanmaken van de fotoreeksen, maakt dat weer niet uit. Want voor het aanmaken van de fotoreeksen gebruikt hij de metadata achter die foto. En niet zozeer de bestandsnaam. Dus zodra je dan vervolgens deze foto's in Agouti zet, dan maakt hij daar de juiste fotoreeksen van. En op die manier kun je dus uiteindelijk, nou in jouw geval dus bijna 16.000 foto's, in Agouti zetten. Ik heb het wel even nog met Wesley over gehad vanmiddag. Want ik gaf dat zelf ook aan. Ik had zelf ook wel ervaring van mensen die dan tienduizenden foto's eigenlijk hadden. En als je dat wil gaan uploaden in Agouti, dan ben je gewoon heel lang bezig. Dus dan is... Nou, ik laat je het wel eens eventjes zien. Van als ik dadelijk importeer, dan zul je zien hoeveel tijd het kost om die beelden te uploaden. En als er dus echt superveel beelden zijn van... dieren of iets wat bijvoorbeeld kan ook mensen zijn, hè, die waar je niks aan hebt eigenlijk, dan zou ik dat ten eerste voorstellen om eerst even aan te geven bij ofwel Evelien of bij Wesley, om te vragen van hoe kunnen we hiermee omgaan. Maar een grote kans zit erin dat je dan eventjes die geselecteerde foto's, dus in dit geval dan van die steenmarten, specifiek selecteert en die dan vervolgens uploadt, zodat die wel in het systeem zitten. Maar daarbij is het wel van belang dat je ook de beginfotoreeksen en de eindfotoreeksen in meeneemt. Zodat wel die deployment tijd, die time, dus die starttijd en de eindtijd, daarin worden meegenomen. Maar het aanmaken van de fotoreeksen, dat belemmer je er wel mee. Dus uiteindelijk raakt Agouti wel een beetje verward. Maar ja, anders krijg je dadelijk 1000 fotoreeksen of zo die je moet verwerken. En daar ben je wel heel veel tijd mee kwijt. Dus daar doe je jezelf ook geen plezier mee. Maar ik zou zeggen... Eigenlijk. Nou ja, ik had hem in een wei gehangen. Toen heeft iemand de wei anders ingedeeld. Dus ik heb duizenden foto's van ezels. Heel leuk, maar daar heb je niet zoveel aan. Ik denk, dat is het zonde om dat allemaal te gaan zitten importeren. Terwijl je toch van tevoren weet dat die foto... Dat je er niks mee doet. Ja. Nee, dus terecht punt. Dus ik zou zeggen, geef het wel eventjes aan. En dat kun je dadelijk ook. Ik laat eventjes dadelijk ook zien waar je dat ook nog eens aan kunt geven. Maar overleg dat ook eventjes ter controle met de projectcoördinator slash Wesley. Maar ik heb het dus net eventjes met hem erover gehad. En stel dat er zijn vaak wat unieke gevallen. Over het algemeen gaat het dan om dus dieren waar je echt geïnteresseerd in bent. En dan zal je dus inderdaad al die foto's van die ezels eruit gooien. Ja? Ik heb nog een vraag. Ik heb dus echt die 16 mappen met die 999 foto's. Goed, die gooi ik allemaal in één map. Dat gaat wel goed. Dus er staat een keer een steenmat erop en een vos en nog iets. En voor de rest zo nu en dan een zichtbare muis. Maar ook honderden foto's waar gewoon helemaal niks... waar ik in de gauwigheid niets op gezien heb. Dus misschien staat er wel een klein muisje op. Maar die camera die mijn idee is dat hij ook heel veel valse opnames maakt. Of er zit ergens een muis die je gewoon bijna niet kunt vinden op de foto. Wat moet ik daarmee? Kan ik ook hele... Als ik zo'n reeks annoneer, zoals dat al heet... dat weet ik nu nog niet. Hoe ga je ermee om? Kan het systeem het aan dat hele stukken niet geen naam hebben gekregen? Ja, in principe wel. Dus stel dat je dadelijk een lege foto hebt, en dat zul je dadelijk in het voorbeeld ook even zien, dan kun je letterlijk blanco aangeven en dan gaat die direct door. Dus daar kun je redelijk snel doorheen. Ja. En wat het fijne is, dat als die er wel in staan, is dat stel dat je toevallig toch wat mist. Die beeldherkenning waar we het net eventjes over hadden, die kan er vervolgens ook nog eens later overheen, over dit soort beelden. En die ziet het misschien wel, want stel dat je toch net wat mist, hè, je hebt het over een klein muisje of iets wat ergens in de hoek, waar je net een oortje of iets van kunt zien, en dat niet is opgevallen, dat die dan toch zichtbaar wordt en dat het dier toch mee wordt genomen. Maar je hebt ook gewoon met valse triggers te maken. Dat is een welbekend probleem binnen het gebruik van beeldcamera's. En dat kan door verschillende factoren gebeuren. En deels kan het ook gewoon zijn dat de sensor zeer gevoelig is, of dat hij dus in de zon staat, of dat de zon tegen de sensor schijnt.
Maar wat ook nog wel eens wil voor zijn, is dat bijvoorbeeld de sensor onder de cameralens zit. En dat het bereik van de sensor breder is dan die van de lens. En dat er dus daadwerkelijk wel iets loopt ergens, maar dat dat niet in het zichtveld loopt. Maar dat is dus heel erg, er zitten heel veel verklarende variabelen achter. Dus, maar het is wel van belang dat ze ook dat soort beelden worden geüpload. Maar ik kan wel begrijpen dat dat, als ze echt, ja, laat ik zeggen, de zon die heeft erop gestaan, je ziet duidelijk dat dat echt daardoor komt. En dat er op één dag in één keer duizenden beelden zijn binnen dat ene uur of zo. Ook daarin, ik zou zeggen, voordat je echt beelden gaat verwijderen, doe dat eerst eventjes in overleg met de projectcoördinator. Neem in ieder geval even contact. Ik kan aangeven dat ik er niks op zie. Toch? Ja, nee, inderdaad. Ja, maar dat doe je eigenlijk al als je zeg maar blanco invoert, dan geef je eigenlijk al daarmee aan van, nou, ik zie hier niks op. Ja, prima. Kan ik wat mee? Ja. Ja, super. Nou, dan ga ik heel eventjes verder. Dan eigenlijk wat ik net allemaal heb besproken, de kracht van herhaling, ga ik het nu fysiek doornemen. En doe ik het eerst importeren, dan kan er eventueel vragen worden beantwoord. En dan ga ik door naar het annoteren en dan kunnen we vragen beantwoorden. En dan neem ik jullie ook nog direct mee in een bepaalde situaties die zich kunnen voordoen. Dus dit soort situaties wat je nu net noemde ook met bijvoorbeeld zo'n hoog aantal beelden. Hoe ga je daarmee om? Die zal ik dan ook benoemen. Maar ja, dat hoeft dus niet meer. Als je hier bij importeren, hier heb je dat overzichtje. In dit geval heeft niemand van jullie nog wat geüpload. Dus hier zie je Nijmegen, mijn locatie. Maar hier krijg je uiteindelijk alle deployments te zien. Ik heb hier 2 deployments ingevoerd. Vandaar dat je hier 2 ziet. Vervolgens, daarvoor, ga je naar importeren. Dan heb je hier rechtsboven een nieuwe fotoserie. Klik je op, krijg je een pop-up. En dan staat er in één keer selecteer bestanden of sleep de bestanden in dit venster. Zelf ben ik in principe wel een voorstander van selecteer de bestanden. Klik je op, ga je naar de betreffende man waar jou je beelden hebt staan. Nou, in dit geval, ik doe het eventjes deze weer. Zijn dit de foto's? Zodra ik daarop heb geklikt, en dan open ik hem, zie je dat hier dus in één keer staat uploading 43 files. Dus gek genoeg is dit dus nog steeds in het Engels, maar de rest is wel allemaal Nederlands. En dan zie je hier successfully uploaded files, 10, en dan is aan het tellen, tot aan 43. Nou, nu zie je wel met dus deze snelheid dat hij zich doet, want hij gaat het wel corrigeren. Hij neemt ook alle beelden die al in Agouti zitten, die verwijst hij naar, of daar correspondeert hij mee, waardoor het soms wat trager kan zijn. En dus in dit geval, als je echt honderden of duizenden beelden wilt gaan uploaden, zou ik zeggen, doe dat op het moment dat je gewoon eventjes wat anders kunt gaan doen. Want hier moet je dan niet op gaan wachten. Nou, nu met 43 bestanden, dat gaat een stuk sneller uiteraard. Hier zie je weer die gedupliceerde beelden en het aantal beelden die zijn een fout hebben. Nou, dat is in dit geval niet toepassing. Dan vervolgens zie je uploading 0 files. Dus dan weet je dat hij klaar is. Dan moet je echt fysiek sluiten klikken. Wil je dit venster, wil je uit dit venster gaan. Dus dat gebeurt niet vanzelf. Dan klik je op sluiten en dan zie je dit. Dan staat hij hier in één keer. Needs sequences. Dus hier needs files. Dat wil dus zeggen, deze heeft nog bestanden nodig. En deze die kan fotoreeksen aanmaken. Dan staat hier verwijderen, uploaden. Stel dat je nog een aantal extra beelden wilt uploaden. Dan kun je hierop klikken en dan kun je weer terug. En je kunt fotoreeksen aanmaken. Nou, even een voorbeeldje hier al. Er gaat dus iets eventjes in Guti hier mis. Als in van, je ziet hier foto's staan en het staat nog steeds op 0. Fotoreeksen 0, dat klopt, want die zijn er nog niet aangemaakt. Maar hier zal dus eigenlijk die 43 moeten staan. Dus het zal kunnen zijn dat dat even een klein foutje is en dat dat in de toekomst zeker wordt opgelost. En dat je hier dus het aantal foto's ziet staan dat je al hebt geüpload. Maar wees je dus bewust van dat als hier 0 staat, dat die foto's er daadwerkelijk wel zijn. Want hier staat maak fotoreeksen en je hebt ze toevallig net geüpload. Nou, dan maak je fotoreeksen aan. Krijg je nog even een bevestiging van weet je het zeker. Klik je op oké.
Dan kom je in dit venster van een deployment toevoegen. Zodra je op meetpunt klikt, dan krijg je hier een hele lijst, normaal gesproken, met het aantal meetpunten die jullie al hebben toegevoegd. Nou, aangezien je nog geen meetpunt hebt toegevoegd, of nog niet een meetpunt hebt, dien je eerst een meetpunt toe te voegen. Dat is door hierop te klikken, deze blauwe regel, en dan kom je in dit scherm. Nou, zoals aangegeven geef je dit een naam. En Evelien, wat is de codering bij het Exoten-project die jullie hanteren? Hebben jullie een bepaalde codering of niet? Ja, ik neem aan dat het hier gaat om het uurhoeknummer. Misschien dat Ellen daar meer duidelijkheid over kan geven. Dan zou het ook nog zo kunnen zijn dat mensen meerdere camera's in een hok hebben staan. Dus dan zou je er een A- en een B-versie bijvoorbeeld van kunnen maken. Oké. Okay. Nou, maar, en dat kan uiteraard ook gewoon via de mail, hoor, kan dat worden gecommuniceerd. Maar hier, er zit een bepaalde codering achter de naam, dus eventueel dus het uurhok. Misschien ook wel de initialen van de persoon die het heeft uitgezet. En dan inderdaad een A, B of een C, afhankelijk van het aantal deployments die jullie hebben uitgezet. Nou, dan geef je dit een naam. Indien je de coördinaten weet, kun je die... Oh, ik zoek even op hoe dat meetpunt moet heten. Ik denk dat wat Evelien zei inderdaad zo is. Maar ik zoek het even op. Ik kom zelf terug. Super. En als je het ook weet, wil je dat dadelijk dan ook even ter controle in de chat zetten? Dan kan men dat ook meteen overschrijven. Ja, zal ik doen. Super. Ja, nou, hier heb je dus de breedtegraad, de lengtegraad, in deze mijlen graden. Op die manier, als je dat dus aanpast, dan gaat deze ballon vanzelf... bewegen naar de juiste locatie. Maar je kunt dus ook door erop te klikken, kun je hem fysiek wijzigen. En dan zoom je in en hij zoomt altijd in naar het ballonnetje. Dus stel, ik heb hem ergens bij het Heilig Land Stichting uitgezet. Hup, dan ga ik hier naartoe. En dan zeg ik, oh ja. Je kunt het natuurlijk heel gedetailleerd naar de juiste locatie wijzen. Dus dit werkt voor mij altijd wel prettig. En want ja, je weet vaak wel de precieze omgeving waar je hem hebt uitgezet en de coördinaten niet altijd, tenzij je die toevallig hebt geregistreerd. Nou, heb je de naam toegevoegd? Hier zie je ook object staan. Dit is niet van toepassing. Deze mag je gewoon lekker blanco laten, maar dat is voor als er een waterbron een bepaalde omgevingskenmerken erin zit. Klik je op opslaan, dat doe ik nu eventjes niet. Maar heb je hem eenmaal opgeslagen, dan heeft hij dat meetpunt dus opgeslagen. En dan zie je hem dus hier terug in de lijst. Nou, nu heb je alleen een test. Dit voeg ik weer even toe. Dat is dus de meetpunt die ik heb toegevoegd in Nijmegen. Hier voer je de tijdsaanduiding. Dus in dit geval is dat plus 1 bij ons. Begin en einde van het deployment. Dat wordt automatisch gedaan aan de hand van de camerabeelden. Hier heb je ook nog eventuele labels die je eraan kunt toevoegen. Nou, dat is in dit geval niet van toepassing. Wel zou je nog eventueel de camera label, dus ik weet niet of jullie volgens mij Bushnell gebruiken, maar dan zou je de Bushnell kunnen aangeven. Maar in principe is dit allemaal niet nodig, omdat deze gegevens, die hebben we al. Ook die detectieafstand, die hoogtecamera, jullie volgen een bepaald protocol, dus uiteindelijk is dat allemaal ingevuld. De persoon, hier kun je nog wel eventjes jezelf als persoon plaatsen, maar volgens mij gaat dat ook... automatisch, of in ieder geval hier zie je aangemaakt door Joep Welkom. Wel kun je nog hier aangeven, stel dat de ene persoon plaatst en de andere persoon haalt het op, dan zou je dat hier kunnen aangeven. En notities. Dus net, hè, wat Roelof aangaf met het aantal beelden. Stel dus dat je 16.000 beelden hebt, of 20.000 beelden, en je hebt dus een select aantal beelden maar geüpload. Dan geef je dat hier eventjes aan. Een kleine toelichting op deze deployment. Van de rest kun je ook andere dingen hierin kwijt. Dus als je bepaalde dingen hebt opgemerkt in het gebied of iets... ik zou zeggen, je kunt het hier kwijt. En het kan in ieder geval geen kwaad. Nou, dan klik je volgens op opslaan. En dan krijg je te zien fotoserie opgeslagen. En dan kreeg je daar, zag je meteen van annoteer deze fotoserie of upload nog opnieuw. Maar hij sprong weer vanzelf weg. Nou, als je dan eenmaal naar annotatie gaat, dat is eentje eronder... Nou, dan zie je er dus 3 nu. Dus ik heb een paar uitgeprobeerd. Maar dan zie je dus het aantal... hier is hij dus bezig met het aantal sequences. Maar dan zie je hier dus het aantal fotoreeks al staan. Dus die ik net heb gedaan, die heeft zo'n 4 foto's. En die ik eerder, een andere die ik heb gedaan, die heeft dus 30 foto's, fotoreeksen. En deze 30 fotoreeksen die zijn dus afkomstig uit volgens mij zo'n 763 foto's totaal. Dus dan weet je van, oh ja, het...
Het aantal fotoreeks is aanzienlijk minder dan het aantal foto's. Heb je hierachter heb je dus annoteren en dan ga je naar het annoteerscherm. Om even het importeren deel af te sluiten, zijn hier vragen over? Volgens mij had je net nog een reeks daar staan waar niks mee gebeurd is. Deze? Ja. Ja, klopt. Ja, dat komt als je deze hier, als je een nieuwe fotoserie toevoegt. En dan toevallig, want ik klikte net twee keer, dan krijg je er in één keer twee te zien. Okay. Dus dat is iets. En als je dan verwijdert. Hup. Yes. Dan zijn ze als het goed is weg. Ja, maar het kan zijn hoor, dat soms zijn er gewoon kleine agouties op het moment ook gewoon, nou nu zie je wel dat deze allemaal weg zijn. Nee, nu zie je wel hier nog eentje, ja, nu klopt het. Maar dat agouties gewoon momenteel is continu in ontwikkeling. Dus het kan ook zijn dat er soms gewoon kleine probleempjes zich opdoen. Ik zou zeggen, noteer die en nou, stel ook daarover vragen. Wat ik net zei, aangaf met die foto's, laat het je in ieder geval niet afschrikken. Want het werkt wel gewoon. Alleen sommige dingetjes qua notities en dergelijke, die willen misschien niet direct laten zien dat ze het zijn, dat ze er zijn. Maar daadwerkelijk worden die gegevens wel opgeslagen. Want hier ook, net zag je hier bij fotoreeks een nulletje staan. En nu zie je ineens weer die vier staan. Soms is het gewoon nodig om even te verversen die pagina. Dat kan overigens hier ook. Nou, hier zie je nu, dit zijn toevallig dezelfde foto's die ik heb geüpload. Dus logisch ook dat het allebei vier is. En dit is een andere fotoreeks. Nou, verder denk ik geen vragen met het importeren. Dan ga ik door. Nog één vraag, het meetpunt. Kunnen we dan het uurhok verbelden? Dat is ongemakkelijk. Ja, ik heb net even Wesley gebeld. En het is handig als de naam van het meetpunt begint met de cijfers van het uurhok. Ik zal het ook even in de chat zetten. Dus je krijgt bijvoorbeeld eerst de cijfers van het uur, bijvoorbeeld 3-2-3-3. Ja. En daarna mag je je initialen erachter zetten. Ja, en okay. Ook eventueel gewoon de naam van jouw gebied. Wat is voor jezelf misschien handig om het terug te vinden. Ja. Dus dan krijg je bijvoorbeeld 3-2-3-3, EVN, dat is dan zijn mijn initialen, Bloeidaal. Dan kan ik altijd Bloeidaal makkelijk vinden. Ja. Ik zal het even in de chat nog gaan herhalen. Okay. En wat je ook dan kunt doen, hè, stel dat er dadelijk heel veel deployments zijn, dan komt er hier een lijst te staan. Stel dat je die van jou even niet zo snel beter vinden, dan kun je dat dus hier aangeven. En dan gaat hij weer zoeken. En in dit geval gaat hij ze natuurlijk alle drie vinden. Maar op die manier dan zie je gewoon echt specifiek jouw meetpunt. Dan hoef je niet oneindig lang te zoeken in die hele lijst. Maar oké, dus dat is helder, hè? Dan bij het annoteren, dan pak ik deze. Nou, hier klik je dus op annoteren. Dit. En dan kom je bij het scherm. Het zijn wat gedateerde foto's zoals je ziet, 2016. Dit is dus van de scriptie waar ik het eerder over had, van Wageningen. Maar dit zijn dus de beelden, dit is het eerste scherm wat je ziet. Net zoals in de video of net in de beelden van de presentatie net wat je zag. Hier zie je de naam van het deployment. Hier zie je de fotoreeks. 1 van 30 is in dit geval. Terug, volgende niet geannoteerde reeks en volgende. Dus via deze manier kan ik naar volgende. Trager. Ja, daar is de volgende. En je kunt weer terug. Vervolgens heb je hier het scherm. En wat ik net niet weet, dit is dus de fotoreeks. Alles wat je hier invoert, dat heeft betrekking tot deze fotoreeks. En hieronder zie je zo'n balkje. Dus dit, hè. Ik neem aan dat jullie dit ook gewoon zien. Maar dus dat kleine bolletje, dat zijn alle foto's. Als je hier goed kijkt, bij de foto 1 van de 10, dan zie je dat ook veranderen naar 2, 3, et cetera. Nou, op deze manier zie je dus welke foto's in deze fotoreeks zitten. Je kunt het ook met de pijltjes doen. Dus dat zien jullie nu niet, dat ik met de pijltjes dit doe. En je hebt hier van dit soort pijltjes. Nou, die vind ik het minst fijn. Maar je zou dus eventueel, of met de muis, je ziet ook meteen het aantal foto's, dus foto 1 van de 10. Dus dan zie je dat er 10 zitten in deze fotoreeks.
En je kunt wat sneller door die fotoreeks. Nou, met 10 maakt dat niet uit, maar soms staat hier ook een van de 200, ik zeg maar even wat. Hè. Stel dat er muisjes hier enorm actief bezig zijn en de camera continu foto's maakt, dan heb je geen zin om iedere keer op dat pijltje te drukken, maar dan kun je er zo een beetje doorheen scrollen en dan krijg je goed inzicht in die hele fotoreeks. Nou, heb je eenmaal gezien? Sorry? Ja, sorry. Nee, wat ik ook wel zie nu is, als je met de muis over het beeldscherm gaat, dat het ook als een vergrootglas werkt. Dat is ook wel handig. Ja, ja eens. Ja, daar kom ik ook op. Die laat ik... Ja, nou, dat kan ik nu ook wel apart pakken. Inderdaad, als je dus met de muis hierop gaat, dan kun je dus, stel dat je dus dadelijk een muisje of iets ergens ziet, maar het is ergens in de verte, je weet niet precies wat het is, dan ga je daar met de muis op. En let wel, waar je met de muis wijst, dat vergroot hij. Dus het geeft soms een beetje een vertekend beeld. Als in van, dat vergrootglas, dat zit niet precies op dat punt, maar dat laat dus zien van waar jouw cursor op staat. Maar dus hier zie je het heel mooi van, met de muis. Maar inderdaad, dan krijg je een ingezoomd beeld. Goed opgemerkt. Nou, dan vervolgens hier bij de waarnemingen. Ik heb nu gekeken. Nou, ik weet dat dit het plaatsen van de camera is. Sowieso bij het plaatsen en bij het ophalen van de camera adviseer ik altijd een beetje om even met je armen te zwaaien of er voorlangs te lopen. Dat je een before en after foto hebt. En dat kun je heel mooi hier aangeven. Dan staat hier letterlijk plaatsen en ophalen. Zodra je daarop klikt, dan gaat hij naar de volgende fotoreeks automatisch. Hier heb je die blanco. Dat is dus voor lege opname. Dus waarop je eigenlijk niks ziet. Hè? Dat we net ook aangaven. En hier heb je onbekend. Nou, in dit geval ga ik naar plaatsen ophalen. Klik ik hierop. Dan gaat hij alles goed zo automatisch. Ja. En... Ja, dan zie je nu in dit geval meteen een kat. Dus je ziet al op de eerste foto zie je al meteen wat het is. Maar de vraag is, zie je niet meer deze fotoreeks? Nu zie je, als ik straks met mijn cursor hier overheen beweeg, zie je al dat het anders is. Hè? Een van de 19. Dus deze heeft 19 foto's gemaakt. Er zijn 19 foto's van. Nou, weer als je er doorheen scrollt, krijg je een soort van cartoon animatie te zien. En dan zie je de kat actief een blikje likken. Nou, in dit geval hebben we dus wel met een soort te maken. En wat we dan doen, is hier, er staat 2 keer nieuwe waarneming in, maar dat is een klein foutje. Maar je klikt hierop, maakt in principe niet uit op welk van de 2, maar in ieder geval op nieuwe waarneming. Dan is hij even de soort aan het loaden, aan het laden. Even lang, dat duurt wat langer dan normaal. En dan heb je hier soorten, dan heb je hier alle zoogdiersoorten waar ik het over had. Nogmaals, als je dus vogels hebt, dat zullen we dadelijk ook hebben, dan vullen we ze aan met vogel en dan zie je hier al alle soorten. Als ik dus nu bijvoorbeeld een mus in, laat ik zeggen huismus, dan gaat die niet vinden. Hond, die wel. En gedomesticeerde dieren en dergelijke, die worden daar ook ergens onder verplaatst. Dat was, oh ja, landbouwhuisdieren heb je dan, mens heb je, nou, et cetera. In dit geval hebben we dus met een kat maken. Dan sta je daar huiskat, klik je op. En vervolgens zie je al gedomesticeerd. Zou ik kunnen aanvinken. Maar dat is al standaard, dus in principe hoeft dit niet per se. En dan heb je het aantal. Vervolgens notities in ieder geval van toepassing. Hieronder heb je waarneming opslaan, waarneming verwijderen en back to list. Dus je kunt ook gewoon, stel dat je toch de waarneming niet hoeft op te slaan of niks meer wilt doen, kun je terug naar de lijst. Nou, in dit geval wil je waarneming opslaan. Die eventjes laden. En daarom is het eigenlijk ook bij dit echt van belang dat je goed internet hebt. Want anders doet hij het nog een stuk trager. En dat wil je gewoon niet. Nou, hier zie je nu dus de waarneming huiskat. Stel dat je er in één keer achter komt van, hey, het is geen huiskat, maar het was toch een steenmarter. Dan kun je de waarneming wijzigen. Dus je hoeft hem niet meteen te verwijderen. Dus een nieuwe waarneming toe te voegen, maar je kunt hem ook wijzigen. Zodra je op de huiskat met de cursor over de huiskat, over de waarneming heen gaat, zie je hier zo'n wijzigingsvakje. Klik je op en dan kom je in dezelfde waarneming. Kun je hier naar de andere soort wijzigen. Nou, dat hoeft in dit geval hoeft dat niet. Dus kun je weer terug naar de lijst. Nou, stel eens dat je meerdere dieren ziet, dan kun je hier weer waarneming aan toevoegen.
En daarom zei ik ook net, van, we beoordelen niet een foto. Kijk, je ziet de foto's veranderen, maar de soort blijft hetzelfde. Maar we beoordelen echt de fotoreeks. Dus in dit geval, ook al staat hij alleen op de eerste foto, deze kat, en de rest van de foto's niks, dan heb je nog steeds de hele fotoreeks huiskat. Maar ook als op de eerste foto een huiskat staat en op de laatste foto, ik zeg maar wat geks, een ree, dan voeg je die ook toe aan deze fotoreeks. Wel uniek dan, hè? Nou, vervolgens ga je naar volgende. Wat ik wel wil adviseren is zoveel mogelijk hiervan gebruik te maken. Dus volgende niet geannoteerde reeks. Want zodra je daarop klikt, in principe ga je nu naar de volgende, want die is nog niet geannoteerd. Maar stel dat je dadelijk een keer bezig bent geweest en je neemt een pauze en je gaat weer op een andere dag ga je verder. Dan hoef je maar één keer hierop te klikken en dan gaat hij direct naar de plek van waar je was gebleven. Dus dat is wel zo fijn. Nou, hier zie je weer die huiskat, die is weggegaan. Speelt nog, nieuwe waarneming. De huiskat. Waarneming opslaan. Steeds van het laden. Staat hij er weer? Hebben we de volgende niet geannoteerd. Nou, en op deze foto's kun je dus heel mooi. Nou, hier zien we een leuke steenmarten weg op in één keer. Lijkt wel weg te, af te schrikken van de camera. En op deze manier kun je dus heel mooi alle waarnemingen toevoegen. Met een steenmarten, waarneming opslaan. En vervolgens zie je hier ook dat het aantal fotoreeks steeds meer naar 30 gaat. Zodra die helemaal klaar is, dan staat er hier in plaats van volgende niet geannoteerde fotoreeks, staat daar fotoreeks afronden. En dan ben je eigenlijk klaar met het annoteren van de beelden. Waarom is dit nu een steenwachter en geen boomwachter? Ja. Ik vind het dat best knap dat je dit op dit zwart-wit beeld kan zien. Met, ja. Het kleur is makkelijker, denk ik, maar... Je refereerde met straks kleuren. Al aan wat kortere oortjes, maar ik heb nou geen vergelijkingsmateriaal natuurlijk. Nee, helemaal goed. En nee, dat leg ik wel even graag uit hoor. En het knap, dat is meer omdat ik zie duizenden van dit soort beelden vaak hoor, over de afgelopen jaren gezien. Dus uiteindelijk is het ook een beetje gewenning. En dat zijn ook leuk van dit soort projecten. Als je heel veel nou, bepaalde soorten ziet, dan kun je soms, hoef je soms alleen maar een oortje of iets in beeld te zien. Wil je al een goed idee krijgen van wat het zou kunnen zijn. Nou, in dit geval is de steenmarten, wat je zei met die oortjes, die staan echt in het verschil met de steen- en de boommarten is echt dat die oortjes en steenmarten veel meer naar de zijkant gericht staan, wat kleiner zijn, wat compacter. Bij een boommarten zijn ze toch wat groter en wat meer rechtop staand. Wat je dan vaak kunt gebruiken is een beetje de ooghoogte, naast van vaak het aanhechting van het oor. Daarbij heb je met de bef te maken. Ik moet wel zeggen, al deze kenmerken die ik trouwens nu ga opnoemen, ze zijn niet... op zichzelf staand. Dus dat betekent, het is vaak een combinatie van kenmerken. Hier heb je de bef. De bef bij de steenmarten is over het algemeen vaak loopt door tot over de poten echt. Mooie witte bef. Volledig. En ja, gevorkt, zoals je hier ziet. Vervolgens ook redelijk laag aan de grond staand. De staart zie je nu niet goed. Je hebt ook met de snoet nog te maken, met de snuit te maken. En dan bij een steenmarten is die vleeskleurig en bij een boommarten zwartkleurig. Maar dat ga je dus niet zien op zo'n zwart-wit foto. Ja, ik heb geen boommarten op deze, anders had ik dat wel mooi kunnen zien. Kunnen laten zien. Maar ja, wat je wel ziet ook is echt in de bouw vaak het verschil met een steen en een boommarten is. Van hoe ze bewegen. Maar dat is in dit geval zie je dat niet zo duidelijk. Maar kunnen wij hier bijvoorbeeld ook niet invoeren marterspek in dit systeem? Dat maakt het voor Wesley bijvoorbeeld weer makkelijker om in ieder geval daar het onderscheid in te gaan maken. Nee, is die er niet? Nee, maar die kunnen we wel aanmaken. Dus dat zou ik even met Wesley overleggen. Maar dat zou ik eens even aanvragen. Maar die kunnen we wel gewoon, want in principe kunnen we soorten aan die lijst toevoegen. Dit zijn wel van die typische gevalletjes dat leuk is om te delen in die groepsapp. Want ja, hiervan leer je. Dus dan ga je echt kijken naar, oh ja, hoe kun je die verschillen zien? Helemaal op zo'n moeilijk, op zo'n zwart-wit beeld. Van of het een steen of een boommarter is. Want dat is vaak ook nog een discussiepuntje hoor. Dat het, deze is dan toevallig heel duidelijk. Maar er zijn zat foto's waarbij dat echt een stuk minder duidelijk is. Dus ja, en je kunt die foto naar Wesley sturen. Die weet dat vast en zeker. En anders kun je...
Ja, dan zou ik zeggen, dan voer je hem in als steenmarten of boommarten. Maar dan kun je ook hier bij notities nog eventjes aangeven, onzeker. Of dan zeg je eventueel boommarten of eventueel steenmarten, afhankelijk wat je invoert. Maar ik zal het even met Wesley overleggen van of je daar eventueel martens spek ook nog aan kunt toevoegen. En dan, kan je de kenmerken van deze steenmarten nog één keer herhalen, joh? Ja, wat ik ook kan doen is eventueel, ik heb een, is misschien nog wel makkelijker. Ik heb een documentje met allemaal soorten waar je op moet letten. En die kan ik met jullie delen. Graag. Is dat een idee? Dan zie je twee foto's van een steen en een boommarten. En van een haas en van een konijn. Dus ook van andere soorten. Van een bruine rat versus een zwarte rat. Nou, dat is voor jullie. Of voor de mensen in Eindhoven is dat misschien leuk. Maar dan aan de hand van wildcamerabeelden, zwart-wit beelden, waar je dan op moet letten. Die zou ik anders wel met jullie delen. Want dan gaat het niet alleen om de boom- en steenmarten, maar ook met de muisjes ga je ook nog. Is het ook nog wel een uitdaging hoor. Een veldmuis versus een. Of de ware muizen versus de woelmuis, om maar even zo te zeggen. Is dat goed, Alice? Zou ik dat doen? Top idee, Joep. Ja, dat is goed. En trouwens, net even nu over muizen gesproken. Volgens mij komt er dadelijk eentje hoor. Maar als ik. Oké, ik zeg even, huismuis. Die staat hier dus niet bij. Dus wat Wesley heeft gedaan, is die heeft de huis en de. Huis en de bosmuis heeft hij samengevoegd. Oh nee, de bosmuis heeft hij wel erin. Oh. Even kijken. Oké. Aaien, muis, soort onbekend. Stel dat jij een muis hebt, maar dat geldt dus ook al voor de ware muis en voor de boelmuizen. Dan kun je ook als muis soort onbekend, als je het gewoon echt niet weet. Dus hiervoor is die wel, wat je net aangaf, maar dan met de martens. Dan heb je bosmuis, bosmuis, huismuis. Dat onderscheid is super lastig te maken met wildcamerabeelden, met zwart-wit. Dus ik zou zeggen, ga daar ook niet te veel op zitten. Maar benoem het bijvoorbeeld, in dit geval noem het een bosmuis. Stel nou dat je dus wel ziet dat het een waterspitsmuis is. Dan moet je hem wel invoeren dus als muis onbekend. En dan kun je de notitie dus zetten, waterspitsmuis. Of... Ja, maar ik zou zeggen... Ja, dat, voor dit geval nu wel, want ik zie hem er niet in staan. Maar ik had ook wel even met Wesley erover, want we hadden die lijst toegevoegd. Als er dadelijk nog soorten zijn die er niet in de lijst staan, geef dat ook eventjes aan. Wij kunnen ze heel makkelijk toevoegen, want ze staan wel in Agouti. Maar per project verschilt het dus welke soorten je integreert. Hè? Ook of je dus in Nederland zo'n project start of dat je in Frankrijk zo'n project start. Maar een spitsmuis of een waterspitsmuis kunnen we prima hieraan toevoegen. En ik denk dat ook wel waardevol is dat we die hier aan toevoegen. Of niet, Ellen? Dat we daar wel echt onderscheid aan maken. Als je ze ook echt duidelijk in beeld krijgt natuurlijk. Ja, nee, dat je wel dat zeker weet. Dat is struikrover wel duidelijker dan met deze camera. Op iets hoger. Ja, ik noem expres nu ook de waterspitsmuis, omdat die wel redelijk herkenbaar is. Ja. Nee, inderdaad. Maar als je dus redelijk zeker ervan bent, kun je in ieder geval wel die kans geven. En voor mijn part zet je dan nog even bij de notities erbij. En sowieso met waterspitsmuis, dan is het altijd wel leuk om de, sowieso te delen, maar ook om even nog na te lopen. Ja, even kijken. Maar ja, hier heb je de steenmarten. Ik zie nou trouwens dat je nu daar ook een vinkje kan zetten bij onzeker of waarschijnlijk. Ja, hier. Dus mocht je inderdaad twijfelen of het wel of geen steenmarter is of een boommarter, kun je dus altijd aanvinken. Dus, maar die pakt hij niet. Die pakt hij niet. Kijk maar, als je erop wil klikken, dan pakt hij die niet. Dus misschien is dat ook nog in de ontwikkeling van dat het dus wel de bedoeling is, hoor. Dat je dus dadelijk dit onzeker slash waarschijnlijk kunt aanvinken. Maar dat is nu nog niet mogelijk, zo te zien. Dus ik zou voor zeggen, als je er nog onzeker over bent, geef dat eventjes de notities aan. We kunnen altijd achteraf dat nog daarin aanpassen. Even kijken. En wat je trouwens ook ziet, is die waarnemingen die ik onlangs heb toegevoegd, die komen hier in één keer bij. Net eventjes niet op Felis menu, maar dat is toegevoegd voor die huiskat. Maar dat is Felis catus. En hier hebben we een nieuwe waarneming, Martens foina, dat is dus voor de steenmarten. Dus stel dat je dus een fotoreeks, ik zeg eventjes wat, als we naar volgende, je ziet eerst een steenmarter, de kans dat de volgende steenmarter is,
is aanwezig. Dat is redelijk groot. Helemaal met de huiskat, als je veel huiskatten hebt of veel bosmuizen. En op deze manier kun je dus heel snel die waarnemingen toevoegen. Dus dat maakt het annoteren net wat makkelijker en hoef je niet steeds een nieuwe waarneming, soort toevoegen of soort intypen en dan waarneming opslaan. Maar kun je op deze manier heb je eigenlijk een snelkoppeling. Dus dit gebeurt automatisch op basis van wat je recent hebt ingevoerd. Nou, gaan we naar de volgende niet geannoteerde. Hier zien we weer, een van de 10. Zien we hier vlak voor langs, hè? Vlak voor de camera, zien we wat bewegen. Nu is het weg. Nou, dit is echt zo'n typisch gevalletje van, ik zie hier iets, maar ik weet niet wat het is. Ja, in dit geval weet ik dat het de kat is, maar op het algemeen, dat is op basis van andere foto's die ik zie. Maar hierop, dan is het echt een typisch gevalletje van, nou, ik zie wel iets, dus het is niet helemaal blanco. Ik hoop dat jullie dit ook zien. Ja. Dat is het voordeel trouwens, hiermee echt spelen met de pijltjes. Dan zie je gewoon een verschil in contrast. En dat is ook het verschil met zo'n steenmaart, dat moeilijke beeld wat ik in het begin liet zien in de presentatie. Door zulke dingen te doen, zie je in één keer iets verdwijnen. En dan maakt het in één keer inzichtelijk. Maar in dit geval zien we wel dat er iets voor de camera beweegt, maar niet wat. Dus dat wordt dan onbekend. En dan gaan we weer automatisch door naar de volgende. Even laden. Mag ik een vraag stellen tussendoor? Ja hoor. Is het ook mogelijk om het beeld lichter of donkerder te maken? Want soms zie je iets niet omdat het net in het donkerte van het beeld zit. Maar als je hem dan verlicht, dan zie je het wel. Ja, hele goede vraag. Hier linksboven, en daar kwamen we net dus ook al op, hè, met die vergrootglas. Kun je ook overigens uitzetten. Dus hierboven, wat je hier ziet, deze drie tekentjes, is het vergrootglas, is een tool. Misschien we kunnen lekker inzoomen, hè, wat we net bespraken. Maar hiermee heb je ook een... Hiermee heb je ook belichting. Ik weet alleen niet of die nou in één keer super zwart. Oh zo. Kijk, en hiermee kun je een beetje spelen. Je ziet wel dat hij een beetje achterloopt, maar... Dit bedoel je denk ik toch? Ja, zeker. Oké. Okay. Ja, dus hiermee kun je hem in één keer super licht maken. Maar dat geldt dan wel specifiek voor deze foto. Dus weet wel, dat is ook alleen maar fijn eigenlijk, maar dat als je hem dus heel belicht doet en dan komt de volgende, dan moet je dat wel weer opnieuw doen. Maar dat gaat dus per fotoreeks. Je hebt overigens hier ook een hartje. Dus hiermee kun je ook aangeven dat je deze waarneming graag soort van wilt opslaan aan je favorieten. En dat is wel een fijne voor de leuke waarneming. Dus ook bijvoorbeeld zoiets met een wasbeerhond of een wasbeer. Ik zou zeggen, zet daar ook een hartje of iets neer. Kijk, het hoeft natuurlijk niet per se, want die soorten die haal je eigenlijk ook terug doordat je gaat bladeren en dan zie je welke soorten bij welke fotoreeks zijn waargenomen. Maar op deze manier, of al zijn het leuke beelden, dat kan natuurlijk ook, krijg je wel een mooi overzicht van een aantal fotoreeksen die gewoon leuk waren eigenlijk om te annoteren of die mooi waren of die goed zijn bijgebleven, waar je toch nog terug naar wilt refereren. Een soort van opslaan. Oké, nou hier hebben we dan met de hond te maken. Ik ga er heel eventjes wat sneller doorheen. Dat is een andere hond. Ik weet niet in wat voor gebieden jullie de camera's precies uitzetten, maar volgens mij niet in tuinen, dus dat scheelt wel weer. Dat je mindere mate honden en katten gaat krijgen. Want je kunt wel begrijpen, voor mij was dit in een... ik deed ook onderzoek naar een beetje de overgang van het landelijke gebied naar het stedelijke gebied. En er kwamen dus onwijs veel katten ook op beeld. En nou, dat is, kost aardig wat tijd om dat allemaal te verwerken. Dit is trouwens dus wel een leuke. Hier zie je dus een kat met... Of ja, een leuke. Is niet helemaal heel leuk, maar... Een kat met een prooidier erin. Met een muisje of iets. Dit is zo'n typisch geval waarin je dus eigenlijk wel gewoon liefst beide waarnemingen er ook in zou willen voeren. Mijn opinie. Dus dat je in dit geval de huis hebt, of de kat hebt en een muis, maar onbekend welke soort. Maar wellicht ook wel dat je de waarneming wilt opslaan. Of dat je het aangeeft bij notities. Waarom? Nou, stel dat je, ik zeg maar wat, in een keer, dat we foto's willen zoeken van katten die dieren aan het vangen zijn. Dus omdat we bepaald onderzoek bijvoorbeeld aan het doen zijn naar kattenpredatie op zoogdieren of vogels. Nou, dan zijn dit soort beelden
Deze is toevallig niet zo heel scherp, maar zijn wel interessant. Het was overigens ook de enige foto, volgens mij. Ja. Even kijken. Nou, dan hebben we hier weer de achterkant van de kat. Als er overigens vragen zijn, voel je vrij om ze te stellen. Hier hebben we een roodborstje. Duidelijk te zien. Dat zie je mooi met vergrootglas. Maar in dit geval dus, in plaats van dat we hier roodborst gaan invoeren, dan zien we ook dat hij hem niet vindt. Voor puur gewoon vogel in alle soorten. Waarneming opslaan. Dat kan. Maar je kunt hem ook letterlijk als blanco invoeren. Want we hadden aangegeven, normaal gesproken is het ook wel interessant om vogelsoorten mee te nemen. Want wellicht voor een ander onderzoek. Maar nu kregen we te horen dat dat niet nodig was. En dus in dit soort gevallen zou je ze ook als blanco kunnen aangeven. Maar, of als vogel of alle soorten. Dat laat ik aan ieder van jullie. Ik heb nog een vraag. Ja? Johan? Ja. Je wilt natuurlijk weten wat de exoten zijn, hè? De wasbeer en de wasbeerhond. Maar wat gebeurt er met de andere data? De steenmatters en dergelijke. Gaan die ook in een systeem, in het databestand? Is het daarvoor nodig? Of is het alleen nodig om te weten welke exoten nu eigenlijk voor de camera komen? Naar mijn weten, maar Elle, corrigeer me als ik het verkeerd heb. De focus ligt inderdaad op de exoten, dus de wasbeer en de wasbeerhond in dit geval. Maar die gegevens over dus zoiets als een steenmarter of een boommarter is aanvullende data. Dus dat is zeker nog interessant om ook mee te nemen. Dus die wel graag invoeren. Ja, dat klopt. De bijvangst aan marters is zeker zo interessant als de hoofdvangst van de exoten. En we zullen dus ook de voorstellen die jullie doen voor de marters, ja, die zijn soms heel moeilijk van elkaar te onderscheiden. Die zullen ook gewoon door Wesley worden gecheckt. Dus alle marterwaarnemingen die zullen worden gecheckt. Dat scheelt maar weer. Oké. Okay. Ja, hier zien we weer een... Ik wil even bijzeggen, die worden dan dus ook opgenomen in de NDFF. Zodat ze beschikbaar komen voor later onderzoek en voor verspreidingskaarten. Ja. Ja, dat is, dat is het antwoord op mijn vraag. Ja, precies. Wat er met de data gebeurt. Ja. Ja, alle gegevens gaan inderdaad ook gaan direct door naar het NDFF. Ik vind het ook goed, die project. Nou, hier hebben we weer een steenmarter. Mooie eekhoorn. Dus hier zien we weer foto 3 van de 20. Dus hier zijn er iets meer. Zoals je ziet is eigenlijk per fotoreeks kun je dus heel gemakkelijk door al die foto's bladeren. Kun je hem annoteren en vervolgens ga je naar volgende fotoreeks. En nogmaals, als je op een van die snelkoppelingen klikt, dus een van deze. Dus de nieuwe vogel of de kat. Of een blanco, of plaats ophalen of onbekend. Dan gaat die automatisch naar de volgende. Dus dan, als je dan ook nog eens fysiek hierop klikt, dan skipt hij er eentje. Dus dan moet je een beetje opletten. Maar als je een waarneming toevoegt, dan moet je wel echt fysiek of actief hierop klikken. Nou, dan gaan we weer naar het volgende. Mag ik iets vragen? Ja, Rudolf. Die reeksen die jij hier laat zien. Dat zijn dus eigenlijk gewoon de reeksen van een bepaalde tijd. Die hoef je niet zelf aan te maken eigenlijk. Nee, dat is dus de kracht een beetje van Agouti. Dat doet Agouti zelf. En dat doet hij op basis van parameters die wij invoeren. En dat kan dus per project kan dat een beetje verschillen. Maar over het algemeen is dat een seconde tussen de fotoreeksen. Dus stel dat een camera, dus eigenlijk een dier die voor de camera beweegt en blijft bewegen. Dat wordt dan eigenlijk één fotoreeks. Maar stel dat hij dan even uit beeld is en dan weer terug in beeld komt. Dan is dat vaak al een nieuwe fotoreeks. Oké. Want was dat je vraag? Ja, dat was mijn vraag. Ja. Ja. Even kijken. Nou, dit is zo'n typische.
Ik heb nog een vraag, Joep. Je ging dus net door hè, naar een nieuwe reeks, 16, 17. En er stond ineens een eekhoorn. En je hebt de eekhoorn heb je niet aangemaakt. Heeft hij dat zelf geregistreerd als zijnde van eekhoorn? Of hoe moet ik dat dan zien? Je bedoelt bij de vorige, dus bij nummer 16, deze? Nee, dat even de laatste, nog even eerder. Dat was eekhoorn toen in beeld. Ja, ik heb die niet ingevoerd, hè? Nee. Maar waar gaat hij dan naartoe? Nee, ik was nu eventjes gewoon doorheen aan het scrollen, zodat je wel de beelden zagen. Maar inderdaad, als ik dan hier, dan voer ik dus eekhoorn in. En dan gaat hij daar naartoe. Maar als je niks doet, dan gaat hij gewoon naar de vorige reeks. Hij doet het niet automatisch. Je moet het echt zelf invoeren. Ja, nee, dat begreep ik eventjes. Maar als je dus een bepaald dier herkent, dan geeft hij die naam ook gelijk al. Nog niet. Nee, die kunst, je bedoelt dus die soort, automatische soortherkenning bedoel je dan, hè? Ja. Nee, dat is dus nog echt in ontwikkeling, begrijp ik net nu ook van Elle. Dus dat doet hij nog niet. Maar hoe dat precies vorm krijgt, dat weet ik ook niet. Maar dan zou je wellicht hier een suggestie krijgen, bijvoorbeeld. Een beetje hetzelfde als wat je ook met Ops Identify of met Bat. Ja, Ops Identify heb ik ook, ja. Dus dat je dan bepaalde suggesties krijgt en dat je dan daaruit zou kunnen kiezen. Mm-hmm. Maar dat weet ik dus niet precies hoe dat vorm krijgt. Oké. Maar hier zie je nu dus de eekhoorn in beeld. Zodra je je nieuwe waarneming toevoegt. Ik kan me herinneren, dan ga ik dan meteen eventjes testen. Volgens mij. Want die snelkoppelingen, die willen soms nog wel eens fouten opleveren. Dus dan ga ik eens even kijken, want net had ik een kat. Ja, hier heb ik een kat, hè? Ja. Dus dan hebben we hier een nieuwe waarneming, Felis catus. Klik ik op. Ah ja, dan staat hij wel huiskat. Nou, dan is er. Oké. Dan hoop ik dat hij doet. Want anders zou ik zeggen om voor nu toch gewoon op de standaard manier te doen en niet van deze snelkoppelingen gebruik te maken. Want ik zelf... hij doet het wel. Hij doet er wat langer over, maar hij doet het wel. Maar ik heb er zelf... ben ik laatst ook even... Want ik ben zelf ook toevallig vrijwilliger bij het Bunsing Boomarter project. En was ik bezig met het annoteren van die gegevens. En toen had ik nog wel eens de ervaring dat als ik hierop klikte, dat hier niks in beeld kwam. Terwijl die hem wel registreerde. Dus dan doe je het nog een keer en dan krijg je soms twee huiskatten bijvoorbeeld. Dus stel dat je hierop klikt, op een van deze, en je slaat hem op en je ziet hier niks. Dan heeft hij hem wel opgeslagen. Maar indien dat zich voordoet, zou ik zeggen, en vaker voordoet, zou ik zeggen, maak gebruik gewoon van de nieuwe waarnemingen. Oké. Maar als dat niet voordoet, gewoon lekker gebruik van maken hoor. Even kijken. Ja, en zo zijn er dus eigenlijk nog veel meer fotoreeksen. Volgens mij is het Wim Blanco. Nou, met deze gaat hij dus automatisch. Even geduld nodig. Dan ga ik heel even naar de nummer 30 toe. Want dan zie je als je dan eenmaal op het einde komt. Nou, hier hebben we weer mens. Dus in dit geval ook met mensen... Kun je hem aangeven als blanco of je kunt aangeven homo sapiens, dus mens. Maar dat zijn dus de minder interessante beelden. Dus die minder interessante beelden die we dus niet mee in het NDFF nemen, die mag je in principe gewoon naar de blanco zetten. Hier zien we weer een steenmarten, maar ja, bij deze is het wel heel lastig te zeggen. Dus... Hierbij zou je letterlijk kunnen zeggen marter space. Ja, dat is ook nog wel leuk als je een das. Nee, zo heel snel weg. Mooie duiven. Nog een mooie ree.
wel leuke beelden zo natuurlijk. Zo, en dan ben je bij 28. Oh, je ziet trouwens nog. Dus je ziet wel met muizen en met ratten, dan is het al een stuk lastig om te zien. En hier is die ook in één keer weg, zie ik. Dus dat is echt alleen deze foto. En hier hebben we dus echt met een bruine rat te maken. Okay, hier zien we trouwens een foto, hè? Dus hier zien we 7 van de 40. Dus in dit geval heb je dus wat meer foto's. Onder deze kleine. Kleintje die langzamerhand toch wel voor het langs durft. Maar hier is dus ook een geval van de konijn. Die wordt al eigenlijk eerder waargenomen dan dat hij in beeld is. Dus dat is ook mooi, want daardoor krijg je de camera, krijg je echt mooi hoe die in beeld komt ook. Dus dat is vaak ook een fijne werking van de camera, dat de sensorbereik net wat breder is dan die van de camera. Maar dat zorgt er soms ook voor dat hij wel dingen waarneemt. De sensor wel, maar het zicht niet inzichtelijk brengt. Nou, en dan vervolgens dan zijn we bij de laatste, dat is nummer 30. Als het goed is zie je dan mijn arm weer ervoor langs bewegen. Misschien heb ik dat niet voor deze gedaan, maar... Ja, kijk, dan... voor deze had ik dat niet specifiek. Ik denk dat deze verkort af is. Maar hier haal ik hem weer op. Dus dan klik ik deze weer aan. En dan staat hier ook annoteren afronden. Dus klikken we daarop. Nou, en in dit geval, aangezien ik ze natuurlijk niet allemaal heb gedaan, dan moeten we eventjes laden. Maar dan zien we dus het percentage wat ik vervolgens heb verwerkt. Dus in dit geval is dat 33% blijkbaar. Als ik dus weer terug wil, dus stel dat ik ze dus niet allemaal heb gedaan, hè, en ik ga naar annoteren, dan springt hij naar de eerstvolgende, eerst naar de volgende camera, maar dan vervolgens als ik naar volgende niet geannoteerde ga, zou die, moet ik even kijken, moet die naar de eerstvolgende gaan die niet geannoteerd is? Ja. Dus dan zie je dus dat hij naar de hond gaat direct. Dus dan springt hij van 1 direct naar 6. Nou, en dat is dus wel fijn. Als jij al bij waarneming 30, bij fotoreeks 30 bent en je stopt er even mee. En je wil weer een andere dag verder gaan. Dan kun je op deze manier kun je dus heel veel skippen. Even kijken. Zijn er hierover vragen? Nog aanvullend op de vragen die nu eigenlijk al zijn gesteld. Ik heb nog wel een vraagje. Ja, Peter. Als er mensen voor de camera doorlopen, moeten die foto's ook meegestuurd worden of moeten die gewoon verwijderen? Ja, die foto's die staan er in principe dus al in Agouti op. Hè? Ja. Ik weet nog in die tijd dat ik ook al die beelden uploadde, hadden ze ook een soort herkenning al wel voor de mens. Om die gewoon zoveel mogelijk eruit te filteren, zodat die niet worden meegenomen en eigenlijk weg eruit gaan. Ik weet niet in hoeverre dat nou al gaande is of wordt toegepast. Maar wat ik zei net, hè, als je mensen ziet op de beelden, geef gewoon blanco aan of zet ze in als mens. Dan voer je ze in. Maar we doen niks met die gegevens. Oké. En het is wel belangrijk ook sowieso met die beelden, hè, vertrouwelijk met die beelden om te gaan, want... het kan privacygevoelig zijn natuurlijk. Als je mensen echt volledig op beeld hebt. Ja, oké. Okay. Dus let daarop. Ja, dankjewel. Even kijken. Nou, dat was... Ik zit even te denken. We hebben als laatste heb je ook nog het bladeren. Dus stel dat je hebt je fotoreeks heb je afgerond. Het annoteren heb je gedaan. Ben je klaar mee. Dan komt deze op 100% te staan. Maar dan gaat hij dus ook uit de lijst. En dan kun je hier nog door bladeren. Uiteindelijk bij bladeren, daar vind je nog al je meetpunten. Daar kun je jouw meetpunt terugvinden. En dan kun je hier nog de details zien van jouw deployment. En dan kun je nog verder gaan met annoteren. Dan kun je de beelden weer zien. Je kunt hem bewerken wat betreft het deployment. Hè. Dus stel je moet een naam aanpassen, dan kun je dat daar doen. Ja, et cetera. En vervolgens zie je hier nu in plaats van die 2, omdat ik er nu eentje heb toegevoegd, zien we de 3.
Maar die gaan dadelijk allemaal eruit. Oké. Ik zit even te kijken of ik iets ben vergeten wat goed is om toch nog mee te geven. De instellingen heb ik doorgenomen. Ja, wat misschien wel goed is, stel dat dingetjes even niet lukken. Hè? Dus dat het allemaal wat trager loopt of hij laat niet de juiste getallen zien. Wat soms dan wel goed is, is om, om even de ververspagina, om de pagina te vernieuwen, te verversen. Dus gewoon letterlijk hierop te klikken. Dat is onder. Daarbij, ja, soms heb je dus inderdaad met niet waarnemen dat ze niet zichtbaar zijn. Ja, als sommige waarnemingen, als echt, staan er niet te lang bij stil ook. Ook als het lastig is om een soort te zien of dat, dat je niet zeker weet van is er nou wel daadwerkelijk een dier of niet. Ga niet oneindig lang met een één fotoreeks bezig zijn, zou ik in ieder geval zeggen. Maar geef hem dan iets van onbekend of geef dat aan in de notities. Blanco. Nou, als er verder geen vragen zijn, dan misschien heb jij, Elle of Evelien, misschien heeft een van jullie nog wat toe te voegen. Of iets te vragen, specifieke aandacht voor het project, voor het Exoten-project. Nou, ik heb nog wel een vraag. Voor welke datum moet alles ingevoerd zijn? Goeie vraag. Het moet ingevoerd zijn voor 30 november. Dus je mag eerst gewoon nog een maand de camera's voor wasbeer in het veld zetten. Dan haal je die eind oktober uit het veld en dan moet alles 30 november in Agouti staan. En dan hebben wij nog een week om te checken en er een de boel af te ronden. Oké, dus voor 30 november. Er zit weinig uitloop achter. Ja, en even ter verduidelijking, met het moet in Agouti staan, Elle, dat bedoel je mee dat ja. Het ook moet verwerkt zijn al, hè? Dus geannoteerd ja, en al. Hè? Dus, ja. Ja, het moet geannoteerd zijn, ja. En dan doet Wesley daarna de check van de marters en de exoten. Ja, en het klopt dus dat ze, jullie gaan nu de camera's ophalen en dus voor de wasbeer uitzetten, hè? Dus nu ga je ze ophalen voor de wasbeerhond en dan vervolgens opnieuw uitzetten voor de wasbeer. Ja, dat doen we. Ja, ja, dus dan kun je al in die tussentijd natuurlijk met die beelden van die wasbeerhond, dan kun je al even aan de slag. Hè? En als je dan, ja, we gaven het al eerder aan het begin, als je dan tegen dingetjes aanloopt. De presentatie stuur ik sowieso rond naar jullie. En dan stuur ik ook meteen met dat documentje, hè, om die soorten te herkennen waar je op moet letten. Dat deel ik met jullie. Maar stel dat je daarmee niet uitkomt, dan kun je altijd Evelien, Wesley, / mij bereiken. Ja, en er zijn nog een paar dingen die je nog terug kan kijken. Deze hele sessie is opgenomen en die zullen we ook delen. Dus je kan er terugkijken en dat kan je ook op stop zetten. En dan kan je gewoon even rustig in je eigen tempo ermee aan de slag. Dus je kan dit helemaal nog een keer zien. Er is ook een uitgeschreven handreiking. En ik zal in de chat even de link sturen naar waar alle handreikingen onder elkaar staan. Oké. Ja, en ook de filmpjes die Joep in zijn presentatie liet zien, die vind je ook terug op YouTube. Die staan geloof ik ook in de handleiding genoemd. Ja. Ja, ja. Klopt. Ik heb ook als je in Google zoekt op NEM Exoten, dan kom je daar al op. En dan is daar informatie voor deelnemers. Ja, ja, heb ik al gelezen. Ja, ja. Ja, daar staat alle informatie. Ik zal die link ook eventjes sturen. En dan informatie voor deelnemers. Bij informatie voor deelnemers staan alle handreikingen. Het is echt belangrijk om daar even rustig naar te kijken. En onderaan zie je daar de handleiding beeldverwerking in Agouti. En daarachter zie je drie instructievideo's door Silva Veer, deel 1, 2 en 3. Dat zijn de filmpjes die Joep heeft laten zien. En als je dan verder nog ondersteuning wil, dan kan je dus in de WhatsApp-groep komen van jouw regio. Die linkjes heb ik in de chat gezet. Okay. En als je dan verder nog vragen hebt over Agouti of over de beelden, de annoteren van de beelden, dan kan je daarvoor terecht bij Wesley Overman. En dat mailadres heb ik ook nog een keer in de chat gezet. Ja, oké. Okay. Peter had nog een vraag, geloof ik. Ja, ik had nog een vraag, ja. Het gaat over de volgende opnames voor de wasbeer.
Ik heb een camera toegestuurd gekregen met een blikje sardientjes. Maar hoe moet ik die, wat moet ik daarmee? Die sardientjes moet ik 3 meter van de camera afzetten of zo? En... Ja, daar staat ook een instructie voor bij de handleidingen. Okay. En daarin staat ook een uitleg voor het plaatsen van de camera. En daar wordt ook ingegaan op het sardineblikje en het gaatje wat je erin moet prikken. En het, de schroef die je nodig hebt, het paaltje en het ringetje. Zodat de wasbeer ook niet het hele met het hele blikje er vandoor kan. Oké. Maar het is... Ja? Ja. Ik denk dat het het handigste is om het te lezen. Maar het is inderdaad dus de bedoeling voor wasbeer dat je een paaltje in de grond slaat. Of een boom pakt. Daar het sardineblikje aanschroeft. Met een O-ring. Ja. En dat je dan daarna de camera plaatst, en zodat die scherp stelt op het sardineblikje. Oké. Okay. Moet er dan ook een nieuw SD-kaartje in als we de volgende opnames gaan maken? Ja, het is dus inderdaad handig als je de wasbeerhondcamera uit het veld haalt, dat je de batterijen oplaadt en het SD-kaartje wisselt. De beelden okay. Er even afhaalt. En wat gebeurt dan met het kaartje wat we eruit halen? Dan moeten we weer met de camera opsturen. Dan kun je hier vast mee. Je kan de beelden... in Agouti laden en dan kan je het kaartje gewoon bij de camera laten. Okay. En als je de boel weer opstuurt, dan stuur je dat met batterijen en kaartjes terug. Oké, dankjewel. Ja, en voordat je dus eigenlijk uploadt in Agouti, zou ik zeggen van kopieer het eventjes in een mapje naar je computer, naar je laptop of iets. Ja. Dan heb je het in ieder geval op je computer staan en dan kun je al direct weer, dan is je SD-kaartje weer leeg. Oké. Okay. Verder nog punten, Elle of Evelien? Nee, ik heb geen punten meer. Oké, okay, nou dan wil ik jullie in ieder geval allemaal hartstikke bedanken voor de aanwezigheid. En heel veel succes wensen dadelijk met de eerste beelden en veel plezier ook wel. En met het uitzetten weer voor de nieuwe beelden. En nou, ik hoor het wel als er vragen of iets zijn. Ik communiceer, ik deel de presentatie en de bestanden waar ik het net over had, die deel ik met Ellen en Evelien. En zij zorgen ervoor dat dan samen met de handleiding en dergelijke, dat jullie kant op komt. En met deze video, wat nu allemaal wordt opgenomen. Ja. Maar voor nu wil ik jullie bedanken en succes!